Waar ga je nou precies heen? FC Vitoro, een club in Roemenië. Directeur Hadji. Ja, ik hoor van mensen echt een grote man. Ik ken hem zelf nog niet. Ik ben natuurlijk best jong. Maar ik typte zijn naam in en ik zag toch echt grote clubs voorbij komen als Barcelona, Real, Galatasaray. Ja, dat is wel echt mooi, ja. Hoe komen die opeens bij jou terecht, weet je dat? Oguraru, de rechtsback van Ajax was dat. Vroeger, hè, niet nu. Was assistent trainer bij Jong Ajax. En ik heb daar natuurlijk tegen gespeeld vorig jaar in de competitie. Ja, en die vond me wel een goede speler. En zo is eigenlijk een balletje een beetje gaan rollen. En wat voor, het is wel het hoogste niveau sowieso. Wat voor clubs zou je het kunnen vergelijken met een Nederlandse club misschien? Ik denk middenmoot, Eredivisie zoiets, denk ik wel, toch? Ze hebben ook voorronde Champions League gespeeld. Hebben ze net niet gehaald. Europa League hebben ze net niet gehaald. Zijn ze er ook uit, maar het is gewoon een goed niveau. En ik heb er zin in. Had je ooit verwacht? Ja en nee. Ja. Ik zat eerst bij MVV natuurlijk. En in de media was natuurlijk dat er mijn contract ontbonden was, maar dat is allemaal niet waar geweest. Dan kom ik natuurlijk terug en dan, ja, een week voor de competitie was het volgens mij. Ja, en dan gaat het allemaal best snel en dan ga je uiteindelijk toch nog weg. Ja, of ik dat verwacht, ja weet ik niet. Maar het is voor jou, ik neem aan dat je gewoon dolgelukkig bent met een mooie stap. Want ik bedoel, we hebben het over de Super League FC Dordrecht, een heel slecht seizoen gehad. Ja. En nu ga je gewoon naar middenmotor, laten we zeggen. Nou, vorig seizoen zou ik sowieso niet meer kijken. Kijk, we hebben nu een hele nieuwe groep en ik vind het echt een hele leuke groep. Het is ook een fijne groep om mee te werken. Dus na vorig seizoen, ja, daar kan je wel naar gaan kijken, maar dat heeft geen zin, want het is een hele nieuwe groep. Dus ja, stel voor ik was gebleven, ik weet niet hoe het was geweest, ik sta nu ook 2-0 voor. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik heb wel zin om een nieuwe start in Roemenië te maken. Hier weet jij precies wat je kan verwachten, daar is nog één grote verrassing. Dat is ook soms leuk, toch? Avontuurtje. Lijkt me fantastisch. Ja, ik heb er zin in. Nou, heb je nog een beetje vrees? Want je hoort ook voor Oostbloklanden, niet betaald, dat soort dingen. Is dat nog door je hoofd gegaan? Nee, het staat bekend als een goede club die gewoon betaalt. En vrees, nee, heb ik niet echt. Ik heb er gewoon zin in. Ik denk misschien wel een beetje heimwee, maar ja, daar word je een man van, zeggen ze. Zijn het hele rare weken geweest voor jou? Ja, er is wel heel veel gebeurd natuurlijk, met mijn vetpercentage ook. Komt ook allemaal in de media. Maar rare weken, ja, dat is ook eigenlijk mijn eigen schuld. Kan ik ook niemand zeggen dat die het heeft gedaan, dat heb ik zelf gedaan. Ik heb ervan gelust, zal nooit meer gebeuren. Maar het waren wel onrustige weken, maar nu is alles weer rustig en ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor. Ja, maar je bent ook trots. Je laat niet voor niks even die torso zien op sociale media, weet je. 3 weken daarna. Ik heb er ook keihard voor getraind. Dus iedereen die praat dan over je. Dus dan laat ik even zien dat het gewoon allemaal goed zit. Dus dan laat ik die blokjes even zien. Ja, maar het is hier wel ook met je vader, weet je wel. Dat blijft een beetje raar. En hij was natuurlijk ook een soort van boos op je. Ja, tuurlijk. Hij was hartstikke boos natuurlijk. Ja, hij is boos. Hij was teleurgesteld. Ja, kan ook. Maar ik ben ook jong. Ik maak ook fouten. En nogmaals, het zal niet meer gebeuren. Is hij nou trots op jou? Ja, tuurlijk is hij trots. Tuurlijk. 100%.